Overigens, als we dan over het sportieve praten, vinden jullie dat er heel veel reden tot optimisme moet zijn in de Feyenoord kleedkamers, deze toch periode van bezinning, de interlandperiode? Nou, ze hebben in ieder geval weer wat puntjes gepakt. En dat is toch wel het zelfvertrouwen was heel broos bij ze natuurlijk. Ja, als je dan uit bij Girona wint en thuis tegen Twente is niet voor het zelfvertrouwen, geeft dat wel weer even een lekkere boost richting zo'n interlandperiode. Ja, maar stel dat Priske, die is volgens mij inmiddels in Denemarken en die drinkt even een glas met zijn familie. Waar zou die nou, als hij terug is in Nederland, bij Feyenoord de meeste focus op moeten leggen? Zo, ik denk wel meerdere dingen. Ja. Ja. Nou ja, hij zal nog wel aan vastigheden moeten, ja. Hij is wel heel erg zoekende, continu wel geweest. Eigenlijk vanaf het begin is hij zoekende geweest. Ja, en ik vind ook, ja, met alle respect, maar hij heeft ook gewoon niet zo heel veel kwaliteit in deze selectie zitten. Nee, want jij hebt ze in Girona gezien. Dat was natuurlijk een geweldige wedstrijd qua werken en qua hoe ze het met elkaar deden. Ja, en tegen Twente maar ook. Maar ik ben niet zo heel pessimistisch hoor, over. Nee? Nee, ik vind het iedere keer wel 1 of 2% beter. Het gaat niet zo heel snel. Onder slot stond het na die wedstrijd tegen Drita, die verschrikkelijk was, binnen 2-3 weken... had dit voor elkaar en werd het 10% per wedstrijd beter. Nou, bij Feyenoord is het 1 of 2%. Die Lotomba is een aardig voorbeeld. De eerste 2 wedstrijden dacht ik, wat hebben ze nou in vredesnaam voor Wilde binnengehaald? En nu zie je hem toch iets beter gaan spelen, weet je. En hoe het ook went of keert, als je die fouten van Belen een beetje wegdenkt, verdedigend staat het echt wel heel erg goed, hoor. Ze geven niet zo gek veel weg, los van persoonlijke fouten. Ze worden zelden uit elkaar gevoetbald door een tegenstander. Nou, dat is wel een hele goede basis waarmee je in ieder geval in de Eredivisie vrij gemakkelijk je punten kunt verzamelen. Ja, aan de andere kant. Die basis met die Wang erbij op het middenveld, die basis achterin op het middenveld staat wel. Alleen Feyenoord moet natuurlijk veel frivoler en gevarieerder gaan aanvallen. Die Paisao dit seizoen allemaal aan doen is. Wat is daarmee aan de hand? Die ligt alleen maar op de grond. En aan de rechterkant heb je een jongen die... En doet heel weinig verdedigend. Ja, die alibi verdedigen. Dus omschakelen als het moment al geweest is. Dan holt hij nog voor de vorm achter zijn bek aan. Dus daar moet hij wel mee aan de slag. En die spits... zullen het woordje Kuipvrees een keer laten vallen? Dat is toch onverklaarbaar? Maar doet hij het in de uitwedstrijden dan wel? Ook. Nee, niet echt nee. Eigenlijk ook niet nee. Ah, en je had die wedstrijd die week ervoor had je NEC nog. Dus het echt die tweede helft was echt wel schrikbarend, vond ik dat. Hoe fijn het daar voor de dag kwam. Ja. Ja, dat zat wel in de stukje. Zal weer 2 wedstrijden geleden. Ja, maar goed, dat vond ik wel. Als je nou dat is nou echt stapjes. Nee, dat vind ik nog wel meevallen bij een Feyenoord. En als je dat over Lotomba vond ik echt. Oh, die vond ik zo schrikbarend slecht op die wedstrijd. Ja.